Maar wie is het kruis? De hospitaal. Ligt gewoon niet in de kaas en zo. En waar kwamen die tegen uiteindelijk in Malta, hè? Nee. Zijn ze terechtgekomen van Rodos eerst? Ja, in Malta. Die vocht niet eigenlijk langs. De hospitalen. Maar ze hebben wel die, Hoe werd je ridder? Weet je hoe het leven van een jonge ridder eruit zag? Hoor je rondrennen of was dat een andere? Dat moest je dan doen. En je leerde je letters van stoel. Ja, elke eerste zondag van de maand komt hier een riddergroep. Die zijn begonnen, denk ik, 2 jaar geleden met 2-3 man. Inmiddels zijn het er 25-30, want er zijn er ook 10 naar zusteren toe. Dus vanmorgen waren er, ik denk, een kleine 30. En dan kunnen mensen gewoon meedoen. Uit het zwaar vechten leren, boogschieten enzovoort. Dus ja, het is gewoon een leuke activiteit, kost niks. Dus je kan gewoon meedoen en een kopje koffie drinken en kijken of meedoen.